Als u het voorgaande boekjaar gaat afsluiten en u heeft de btw-boeking gemaakt, dan maakt u de zogeheten resultaatboeking. Aan het eind van het boekjaar heeft u een bedrijfsresultaat. Dit kan positief of negatief zijn, verlies of winst. Voordat u het boekjaar afsluit, maakt u een memoriaalboeking waarmee u het resultaat overboekt op een balansrekening. Het resultaat kunt u boeken naar een balansrekening voor uw eigen vermogen, maar uw accountant of boekhouder om advies vragen is een verstandige keuze. Voor het maken van de resultaatboeking bekijkt u eerst het behaalde resultaat. U gaat naar het tabblad Boekhouden en klikt op de knop Kolommenbalans. Vervolgens drukt u deze af of u vraagt een afdrukvoorbeeld op. Helemaal onderaan de kolommenbalans staat het behaalde resultaat. Dit is het bedrag dat moet worden overgeboekt naar de balansrekening. U opent het boekhoudvenster met de knop Boekhouden en vervolgens selecteert u het dagboek Memoriaal. U klikt op de knop Nieuw om een nieuwe boeking te maken. Als boekingsdatum vult u de laatste dag van het boekjaar in. Het veld Boekstuk is optioneel en vult u alleen in als u boekstuknummers gebruikt. In het veld Omschrijving vult u een duidelijke omschrijving van de boeking in. Met de taptoets gaat u naar de eerste boekingsregel. In de kolom Grootboekrekening vult u het nummer van de rekening Verlies of Winst in. Standaard is dit een verlies- en winstrekening met functie 130 en rekeningnummer 9999. Erachter komt het bedrijfsresultaat. Bij een positief resultaat, winst, staat het bedrag in de kolom Debet en bij een negatief resultaat, verlies, zet u het in de kolom Credit. In de tweede boekingsregel vult u de grootboekrekening in waarheen u het resultaat wilt boeken. Dit is altijd een balansrekening. Hier geldt dat u het bedrag bij een positief resultaat in de kolom Credit plaatst en bij een negatief resultaat in de kolom Debet. Als het saldo rechtsonder in het scherm 0 euro is, is de boeking in balans en bewaart u hem met de knop Opslaan. Door opnieuw een kolommenbalans op te vragen, kunt u het resultaat van uw boeking bekijken. Na het maken van deze boeking bent u klaar om door te gaan naar stap 3, het boekjaar afsluiten.